I turn it on, I set the tone. I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy. Welkom bij een nieuwe Street Talk. We zijn hier vanavond in Rotterdam op de kermis en we gaan jongeren vragen hoe zij denken over drank en drugs in het verkeer. Ik ben David, ik sta hier met... Jennifer. Jennifer, hartstikke leuk. Ik heb daar voor jou stellingen, vragen, feitjes en weekjes meegenomen. Ja. Zou je de eerste stelling willen voorlezen? Iedereen moet zelf weten hoeveel hij of zij drinkt in het verkeer. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Wat vind je ervan? Ja, het is hun eigen keus. Want ja, als de politie ze pakken, worden ze toch zelf opgepakt. Dus ja, het is wel eigenlijk hun eigen probleem, vind ik. Ja, dat vind ik niet. Nee? Wat denk jij hierover dan? Ja, ze brengen ook andere mensen zijn veiligheid in gevaar. Dus jij hebt echt dat er wel een regel moet blijven? Ja. Hoe zou je erover denken als je dan wel nog zou drinken? Dat zou ik niet achter het stuur. Nee. Niet? Nee. Dus het kan helemaal niet? Nee. Nog een... okay. Mijn vader die is aangehouden met alcohol. Hij heeft ervan geleerd en ik weet wat hoog de bekeuring er is. En ja. Want wat heeft hij gehad als ik vraag hem op? 1600 euro en 500 euro voor cursus. En, dan... en mocht hij niet rijden ook meteen? Nee, 2 maanden voorwaardelijk. Heftig? Ja. Dus heb je wel veel van geleerd? Ik wel. En ik hoop mijn vader ook. Oké, hoe lang zit alcohol nog in je bloed nadat je een glas pils gedronken hebt? Ik doe B. B. A, 0,5 uur of B, 1,5. Ik doe B, B. A. Ah, jij denkt A, jij denkt B. Wat denk A. Wat denk jij? Ik denk B. Ja, ik denk ook B. Ga eens kijken. Het antwoord is inderdaad B. Je leven breekt zo'n 7 à 8 gram alcohol per uur af. Het lichaam heeft 1,5 uur nodig om de alcohol in 1 glas pils af te breken. Dus jullie hebben het allebei goed alweer. Dames, het moet strafbaar worden om met een dronken bestuurder mee te rijden. Wat vind je daarvan, van de stelling? Ja, ik vind het dat het klopt, want die persoon kan ook ongelukken maken en jij zit ernaast. Wat vind je van de stelling? Ja, ik vind het gewoon ja, best wel goed. Het is gewoon goed eigenlijk, weet je. Je moet niet met een dronken bestuurder rijden, weet je. Dus dat moet strafbaar worden? Ja toch, diegene moet gewoon opgepakt worden, weet je. Ja. Wat voor straf denk je dan? Gewoon een maandje celstraf, zo. Zo streng? Ja toch, geen boete, maar een maandje celstraf. Man. Wat vind jij van de stelling? Ik vind dat het wel zo moet worden. Ja. Okay, zou jij ook instappen bij een dronken bestuurder of niet? Nee. Oké, nou je zit op een fair feestje en de Bob drinkt toch? Dan neem ik een taxi. Ja. Verstandig. Voor een maandje, als ik veilig thuis kom, dan wel. Maar met de regels die er nu zijn, hè? Zou jij bij een dronken bestuurder instappen? Ah, stiekem wel, man. Ja, ja toch, stiekem wel. Hoe zit dat dan met je eigen veiligheid? Stel, er gebeurt een ongeluk of zo. Ik sla die bestuurder dood. Ik sla die bestuurder gewoon neer. Maar misschien kom jij er niet levend vanaf. Ja, dat is wel een balen voor mij, he, toch? Ja, is dat niet verstandig om dan aan het eind van de avond, of voor de avond natuurlijk, te bedenken wie gaat rijden? Dat die ook echt nuchter blijft? En anders misschien de taxi of de bus of zo? Ja, dat is waar, he. Heeft u wel gelijk. Dat is best wel slim, weet je toch?